Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video op Jantaal! Ik zit hier vandaag met Jordi. Ah, Jordi, Pagaslijn Jordi, je weet hoe die gozer heet. En... Nee, met één hand. Wat? De gamer met één hand. Wat je mocht je denken, wat is de stem die we daar horen? Dat is God. En die God gaat ons vandaag opdrachten geven om... te tekenen. En die God gaat vervolgens bepalen wie... we moeten tekenen. Ja, maar wie de wint. Wie is dat wint? Ja, stel God. Dat hij zou zeggen, teken allebei Harry Potter. Jij tekent Harry Potter, ik teken Harry. En dan mag God bepalen wie, want God is oppermachtig. Nou, laten we even de stem van God nog een keer erbij halen, denk ik. Meneertje God, zeg maar. Oké, jongens. Zijn jullie klaar voor jullie eerste tekenopdracht? Ik denk het. Ja, ik denk het, God. De eerste opdracht is... Prinses Beatrix met één kroon op. Eén kroon, niet twee. Eén kroon. Een kroon. Een kroon. Hoezo Beatrix ook met een kroon? Het is ik snap het niet, dat is normaal zeg maar. Ik dacht, hij gaat nog met iets abnormaals aan. Ja, ik dacht ook. Ja, Jezus. Beatrix met een knakworst in haar hand. Teken Jezus. Ik moet ook zeggen, vrouwen zijn ook zo makkelijk om te tekenen. Hè? Dat is... Van borsten. We horen vanzelf van jouw God wel wanneer we moeten stoppen, denk ik, toch? Nee. Dat ga je niet horen. Dat mag je zelf bepalen. Het gaat mij erom dat ik win. Ja, maar waar met Beatrix eigenlijk een kroon op? Zet altijd van die hoedjes op. Verstaat het op? Dat weet ik ook niet. Ik zit echt een verschrikkelijke kut op. Beatrix met een kroon op. Kom op. Nee, met een kroon, niet troon. Oh ja, kroon. Cool. Ja, met een troon op de hoofd. Zijn jullie klaar? Ja. Ja. Nee, ja. Niet. Toon mij de tekeningen. Ja, perfect. Oké, wie wil er eerst? Jordi. Ja, ik was nog niet klaar eigenlijk, maar ik heb dit. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. God, ik ga u heel erg verblijden, denk ik. Mijn tekening is wel een kunstwerk, kunnen we daar zeggen, denk ik. Ik dacht, we krijgen nog meer tijd, dan kan ik hem afronden. Het lijkt op een zwarte piet. Het lijkt op een zwarte piet. Zie, ik had er zelfs al bij gezet. Vuur. Kijk, het heeft de kroon, het heeft de ding wat ze vast heeft. Het heeft zelfs een mantel en borsten. Oké. Ik doog dit. Is het 1-0? 1-0 voor Bart. Fuck yeah! Ja, die had je nog op kunnen hangen als je er zo blij mee was. Oh ja. De tweede uitdaging is... Jordi tekent Bardo en Bardo tekent Jordi. Ja, maar die is makkelijk. Oh man. Dat is maar. Dit is echt zo inspiratie. Ik hou het maar direct op. Ja, Optie B is dat even, de backup. Teken Jordi, ja, wat moet je daar? Misschien is dit nog een sterke backup. Ik denk dat we er wel heel makkelijk komen nu. Ik heb er al twee. We beginnen met het haar. Dat haar van Jordi. Oh, dat haar. Oh, dat... Ik ben jouw haar nu aan het doen. Ja, ik ben jouw vetlagen nu aan het doen. Oh, dan ben je lang bezig, vriend. Zo. Dat is nummer twee. Ja. Zijn we klaar, God? Ja? Oh, zijn we klaar? Ben je klaar? We zijn klaar, als jullie klaar zijn, dan zijn jullie niet klaar, hè? Okay. Ja, Jordi. Ik kon niet veel... Wat heb jij? Oké. Vooral... Je mag er maar één laten zien, hè? Je mag er maar één laten zien. Ik heb een expositie. Nee, maar je mag er maar één laten zien. Nee, maar dat is net zo als je als Vincent van Gogh, zeg maar, 6 kutwerken hebt en je hebt 1 goeie. Je gaat niet al die 6 kutwerken laten zien en dan een goeie. Hij heeft gelijk. Je weet, de nachtwacht bestond oorspronkelijk ook uit 2 delen meer. Kijk, ik heb hier... Dat is Rembrandt, daar heb ik het toch niet over? Nee, maar het is ook een... Oké, geloof mij, lieve mensen thuis, dit is het alleen voor jullie. Ondertussen, God, je kan altijd meekijken als je dat zou willen. Ik zal meekijken. Topper. Nou, we beginnen mijn expositie met natuurlijk Jordi zoals we hem allemaal kennen. Tada, de langharige mogol met ogen. Dat is Jordi, deel 1. Dan heb je vervolgens nog eigenlijk Jordi als persoonlijkheid. Tada. Niets. Het stelt niets voor. En als derde, Jordi, hoe wij hem altijd eigenlijk zien, is niets meer dan dit. Hij zit altijd in de kast. Hij zal daar niet zo snel uitkomen. Jordi als homofiel in de kast. Jordi met zijn lange haren die niet zoveel kan zien of bereiken. En hier Jordi, de stip in de maatschappij. Ik vrees toch dat ik Jordi een punt moet geven voor het detail in de kleine penis. Jezus. Ah, 2-1. Of 1-1. Kleine penis is altijd goed. Nou. De finale ronde wordt... eigen keuze. Ja, nee, doe nou eigen keuze. Dus dat, wat een anticlimax. Ik wil verrast worden. Je wilt verrast worden? Oké. Okay. Dat is goed, let's go. 3, 2, 1, doe je. Ik heb een idee.
Volgens mij Bart had hetzelfde idee als ik. Ik moet zeggen, hij dan best wel. Oké, jij mag eerst, Jordi. Oké, God wil verrast worden. Tada, lang leven, God, het is een cadeautje voor je. En als je hem open doet, de kleine penis. Oh, maar je mag maar één kiezen. Op is deze toe. Nou, ja, eigenlijk, ik ben je wel verrast voor. Ik heb niks meer dan Tauli. Mannequin High! South Park, kom op. Ah, die South Park. Nu gaat hij zeker winnen met... God is toch meer van Mr. Hanky dan Christmas Boo. Had ik kunnen. Toch. Dit is Tauli, South Park. De overwinning gaat naar... We praten de hand. Marco! Ja! Dit is de Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd, met name God. Voor alle deze tekening, die ben ik zo blij dat ik heb mogen winnen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. De chillen zaterdag van deze week. Zelfportret van mij, zelfportret van Jordi. Zelfportret van Jordi. Geef vooral een blauw, groen of wat voor duimpje omhoog. Abonneer hier beneden en wij zien jullie volgende zaterdag terug. Later! Bye.